ga ik vandaag aan doen. Kijk, een leuk vestje. En dan heb ik nog een polo. En dan heb ik twee sokken, paardrijssokken. Heel handig. Kijk, hier staat de L op van links. Ik moet me dichterbij houden, want je kan het niet zien. De L van links. L van links. Nou, ik zoek de R wel van rechts op. Kijk, de R van rechts. Ik weet niet of dat te zien is hoor. Ik moet even in het licht gaan staan, dat helpt vaak ook. Waar is het licht? Oh. Zo. Waar staat het? Daar. Waar? Ik zie niks. Maar het is rood. Oh, het is rood of roze. Nou ja, ik kan het niet zien, maar misschien dat iedereen anders het wel kan zien. Trouwens, het zijn niet de letters voor het woord. Nee, inderdaad. Nee. En van wie heb je die kleding gehad? Van Maaike. Ja. En dan heb ik deze. Nou, misschien moet je dan maar gaan kleden. Dan kan je zien hoe het me staat. Oh, en blijf vooral kijken, want ik ga op Verona rijden en ik ga nog in de manegeles rijden. En ik ga een verrassing doen. Een verrassing? Een verrassing. En wat heb je vanavond nog? Dat is de verrassing. Oh, sorry. Dat is de verrassing. Dat is een verrassing. Misschien moeten we je maar aangekleden dan en ontbijten. En gaan ontbijten. Ik speel altijd Pokémon Go als ik naar de manege ga. Kijk, en daar is een gym. En er zijn bijzondere Pokémon's in de buurt. Ik vind het gewoon heel leuk om te spelen. We zijn op de manege en Rijk, raad eens wat er is. Ik hou hem wel vast, kom maar. Een bijzondere Pokémon! Ik ga hem even vangen. En wat is er bijzonder aan die Pokémon? Nou, dat is een evaluatie die heel zeldzaam is. Daarvan de evaluatie is nog zeldzamer. En hoe heet die? Haunter. En de andere heet Gengar. Die hebben. Ja! Ja, maar er waren nog meer Pokémons. Ja, maar het is inmiddels half negen. Ja? Daar, kijk. 9:01. Ja, en ik moet zo meteen op een paard zitten om 9:00, schat. Ja. Hallo, ben ik weer. Kijk, ik heb hier Pokémon Go weer. Er zijn hele leuke Pokémon'tjes weer aan de beurt. Maar dat is hier niet. Kijk, ik geef ook options. Pokémon, ik heb een nieuwe Pokémon, dat is Ivysaur. Ik vind hem heel cool. Oh, ik leg hem heel veel neer. En dan heb ik nog een nieuwe Pokémon. Nou, ik heb net hem geëvalueerd. Ik vond het heel jammer dat ik het per ongeluk niet op camera had. Dat is deze. Ik vind hem zelf heel erg cool, sorry. Ik vind hem echt heel erg cool. Even mijn hand goed zetten. Zo. En dan Vulpix. Deze is toch schattig. Nou, ik wil je één ding laten zien. Nou, jullie eigenlijk. En dat is niet deze. Welke mama heel erg leuk vindt. Mijn moeder vindt mijn buddy heel leuk. Mijn buddy. Tada! Charmander vindt ze heel leuk. Deze vindt mama heel grappig. En daarvan de evaluatie heb ik ook. Die heb ik ook net geëvalueerd. Dat is deze. Die had ik ongelukkig ook alweer geëvalueerd. Heel stom van mezelf. En ik heb nog een growlight gevangen. Precies toen ik de camera weer uitdeed. Mijn lievelingspony, Pinky! Nou, dat zijn ze dus. Dus tot zo. Sorry dat ik zo snel ben, maar er is een Ponita in de buurt. Ik ga hem zoeken. Ik zit nu op Verona en ik ga rijden. En ik heb hier niet heel lang, want ze is heel lang bezig geweest met heel veel andere dingen, Tess. Ja. Wat was je allemaal aan het doen? Ik? Ja. Heel veel dingen. Zoals wat? Kom maar, vrouw. Zoals wat met Ilse een beetje kletsen. Wie is Ilse? Ilse is iemand die ook hier les geeft op woensdag. Gezellig. En, nou.
Misschien mag ik ook galopperen. Ja, dat mag op zich wel. Okay, en ik denk dat we in de middelste bak gaan. Ja, wat je wil, mag ook in de andere. Ja. Wat wil je? Nu zeggen. In die. De achterste. Ja. Daar gaan we heen. En jullie kunnen kijken ook via de GoPro beelden. Ja, die doen we. Dus, hey! Mag ik ook draven? Wat? Mag ik ook draven? Ja. Kun je de bak in? Ja, ga maar. Ja, de raaf ik op. Zo, kom. Kom, ga zo draven. Heetje. Gewoon een beetje wild, want daar sprong ze net al in galop aan. Dus ik denk dat ze gewoon in galop wil. Ze wil in galop, want net sprong ze al in galop aan. Nee, jij wil in galop. Ja, dat ook. Precies. We willen het heel anders. We willen alle twee in galop. Dus moet net... je even om me heen, want ik heb geen lijn meer nu, hè? Ja. Ja, ik ga galop. Eerst even nog licht rijden. Vrouw. Kom maar, ga erop. Ga erop. Goed zo. Echt? Ja, ze doet het wel keurig. Mag ik een stukje draven en dan gaan galopperen? Ja, stap. Stap. Kom maar even op de volte. Ja, gaat lekker, de meis. Ja. En Vrouw gaat ook. Nog een keer, zeg maar. Ik ga tegen jullie dadelijk zeggen wie ik moet in de manegeles. Ja. Ik mag een baby. En nou ben je blij? Ja! Ja! En je moet hem nog zadelen. Ja, dus dat gaan we dadelijk even doen. Misschien moet je eerst koetstas even gaan pakken uit de auto. Ja. Oh nee, ze hebben daar geen. Deur op slot. Geef sleutel maar mij. Dank je. Ik wil even iets laten zien. Tess blijft stilstaan. Kijk, Tessa is op de manege. En dan kijk je in haar haar. En dan vind je hier gewoon... even kijken, ja. Stro.
Wat heb jij gedaan, Tessatje? In de stro gespeeld. In de stro gespeeld. Dat is dan wel weer leuk, hè? Ja. Ik was helemaal schoon. Kijk, vandaag kom ik met de Iedereen mocht op zien, ik gewoon niet. Iedereen? Ja, nou, Stine, ik en Vera. Wat leuk. En op wie is Vera? Felina. En op wie is Celine? Dadiva. Woehoe. En ik op Binky. Bink, ja, maar ik ben aan het eten. Goed zo. Wie mag jij, Vera? Halina. Heb je er zin in? En Celine? Ja, die. Heb je er zin in? Ja. Ja. Ja, allemaal blije kindjes vandaag. Ja. Zijn jullie ponies allemaal in de les? Alleen Halina en Nadiva. Ja, een beetje niet nog. Ik ben alleen maar alleen voor Pepper. Oh, dus één borstel alleen voor Pepper. Welke? Het is deze, maar dan in het goud. En waarom is die alleen voor Pepper? Dat hij dezelfde kleur als Pepper. Deze is alleen voor Binky. Ah, deze. Ja. Ik denk, waar is mijn eten? Praat maar. Nou, het zou een hoofdstel pakken. En dan naar Binky brengen. Heb je al het goede hoofdstel? Want vorige keer hadden we het verkeerde hoofdstel, weet je nog? Oh. Zullen we even checken voor de zekerheid? Ja, erop... Oh, Tess had dat gezien. En we mochten een soort van zelf kiezen op wie we moesten. Dus ik, eerst zei Vera Felina, toen zei Celine Nadiva en toen mochten ze daarop. Toen zei ik, ja, mag ik in Binky? Toen zei ze, ja, je mag op Binky. Yay! Yeah. Nou ben je helemaal blij. Ja, nu ben ik helemaal blij. Nou, het zadel ligt er al op. Alleen is hij nog steeds een beetje vies. Ja. Want die krijgt hem nooit schoon, want het is een witte pony. Dat is zo irritant. Als je een witte pony hebt als lievelingspony. Nou ja, op zich krijg je hem wel schoon, maar dan zou je met shampoo aan de slag moeten. Ja, yeah. En het is een manegepony, dus ik denk niet dat het dat weet ik eigenlijk niet. Ja, maar ik ben heel erg blij. Ik kan heel goed op hem kamperen. Ja, je moet een pony nooit los laten staan. Maar Binky, die loopt niet. Dan nog mag je een pony nooit stil los laten staan. Nou, dat was wel heel lief van Bink. Jij mag wel iets rustiger doen als oor. Sorry, Bink. Dat is een beetje lief voor Binky. En ook met het mond en met zijn bek in doen mag best een beetje rustiger. Goed? Ja. Hou maar, Bink. Goed gedaan, jongen. Nou, dan mag je zo de les in. Binky? Ja, en ik wil het ook kunnen jullie zien. Ja, zet hem maar aan dan. Dat is misschien wel handig, ho Bink. Sneen, kom je achter me?
met je door. Wat is dat een geheimtje? Zo, zo. Als ze heel slim zijn, gaan ze in de spiegel kijken. Hebt, hoor. Ja, de tweede keer ging het wat minder en de eerste keer ging het heel goed. Nou, gaan we maar af dan. Ja. Is dit de goede kant? Dit is de goede kant. Als het er niet, ja, best. Beugels opsteken. Goed gedaan, Bintje. Ja. Kom, we gaan. Nog eten. Hoor. We hebben honger natuurlijk, dus we eten een koekje. En wat gaan we nu doen? Naar huis. En dan gaan we... eten. Eten. En? Dan gaan we een prinseshaartjes video opnemen. Ja, klopt. En dan vanavond nog... verrassing. Ja. Hey, misschien kan je nog een tip geven voor de video's. Voor de Easter egg. Ja, wat moet ik dan even tip geven? Tip 3. De allereerste letter kan je vinden in de video Rick op de manege. Dus dat hij gaat paardrijden op corona en zo. En daar komt een lettering voor. Hi, we gaan werken voor de Halloween look. Hier staan al allemaal spulletjes klaar. Jullie kunnen het helaas niet zien. Maar... nou, we hebben geen spulletjes voor de Halloween look. Dus we doen het met mijn make-up. Ja, en we hebben gewoon simpele vlecht. Want gisteren kregen we het er haast niet meer uit. De klitten. En dat was niet heel fijn. Maar we gaan nu beginnen. En jullie kunnen het zien. Ja, dus niet een tutorial. Het is meer... het is meer hoe wij het doen. Precies. Beetje dichterbij naar mij toe. Ja. Jullie kunnen het nog zien. Ik moet altijd twee lichten hebben, want ik ben een beetje blind. Nou ja, blind. En waar begin je nu mee? Nou, ik doe een beetje poeder op je ogen, want anders blijft de make-up er niet zo makkelijk op zitten. Dat is dus een goede tip. En dan maak ik het gewoon heel donker. Heel donker? Dat heb ik gisteren ook gedaan. Ja.
naar de manege en we gaan een verrassing doen. Hi, we zijn op de manege. Nou, gaan we naar boven dan, hè? Ja. Oeh, spannend. Even mijn jurk op. Dus, en de appeltaart is ook mee. Zo noemt ze de wezen. Even voor andere intelligente mensen. Nou, en hier zo heb je allemaal spoken. En wat ik heel zielig vind, zie je die kerst. Gaan we door naar binnen, want we zien hier eigenlijk helemaal niks. Het is een beetje donker. Hier is het wat lichter, ja. Oké. Okay. Wat ik niet heel leuk vind, maar wat ik wel grappig vind. Niet heel leuk, maar wel grappig. Nou, laat maar zien dan. Niet heel leuk, wel grappig, ja? Ferrens. Waar is Ivan? Oh, hier hebben we Ivan, maar Ivan heeft geen naamplaatje. Dit is Ivan. En dan hebben we nog een heel eng ding. Oh, we hebben ook nog Fabienne. Dat is een klein skeletje. Rest in peace staat onder. En dan hebben we dit nog. Ja. Dit is vies. Ja, best wel. Doe maar weer dicht. Oké. Okay. En we hebben snoep. Een snoep is altijd lekker. Dat lusten we wel. En lekker. Nou, zoals je ziet hebben we bingo vanavond. Ik mag aan de ballen draaien of ik mag omroepen. Omroepen denk ik. Allebei. Gaan we met Kim bespreken. Nou, helemaal leuk. Ja. Nou. We gaan maar even helpen, vind je niet? Ja. Jullie gaan de ballen draaien. Even zien. Tadaa. Dan heb je hier allemaal prijzen die je kan winnen. En de bingo molen. En daar is Kim. Hallo! En Kim gaat een bingo molen gaat ze draaien. Jee. En dan zal ik schreeuwen? Ja. Ik schreeuw. En ik zie het namelijk niet, want het zijn veel te kleine lettertjes natuurlijk weer. Ik heb ook meegedaan aan de bingo en ik heb twee dingen gewonnen. Iets met gips. Dan moet je eerst gips doen. En dan kan je het kleuren met verf. En dan kutselwerk. Dat ziet er cool uit. Ja. En nog bedankt voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!